Korenmolen, net buiten de stad. Hè? Als je bij Leeuwenborg een beetje afslaat, als het ware. Prachtig natuurgebied. Ook een fietspad zo richting Ten Boer. En onze Rick is alweer druk aan het scheppen. Want hij is op zoek naar... ik weet eigenlijk niet waar naartoe. Maar hij heeft zijn schep net mee. Rick, je staat aan de andere kant van een hekje. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben eventjes in de hoekjes aan het kijken met het schepnet wat er allemaal te vinden is. Want dit is een van die stukjes met mooie hoge waterkwaliteit, vaartjes en slootjes waar ik verwacht misschien ooit nog de gestreepte waterroofkever te herontdekken voor de provincie Groningen. De gestreepte waterroofkever? Ja, de gestreepte waterroofkever. De wat is dat? Bilineatus. En die, dat is een mooie waterkever. Dus ik heb hier al twee andere soorten waterkevers. Wat voor, terwijl er nu een paar honden, die heb je niet gevangen. Nee. Je hebt die twee waterkevers. Ja, twee hele grote. Dus twee van de grotere. Veel mensen zullen denken dat dit een geelgerande is. Een geelgerande waterhoofdkever. Maar dit is eigenlijk een beest wat daar door convergente evolutie vooral heel erg op lijkt. Dat is de tuimelaar. De Cibister laterali marginalis. Dat is een soort die vanuit het zuiden steeds meer oprukt in Nederland. Je strooit wel graag met dure woorden, hè? Nou, niet dure woorden, maar heel veel van die waterkevers hebben helemaal geen Nederlandse namen. Dus daarom moet ik alle Latijnse namen ervan kennen. En dit is de grote spinnende watertor. En dit zijn dus twee hele grote soorten. En die gestreepte waterhoofdkever en andere grafoderissen, die zijn wat kleiner. Dus dit is een Cibister. Goed, dus... Het is een beetje kijken wat er zit. Ja. Het is een beetje kijken, dus ik ga hem juist meer... Ja, pak je netjes er even bij. Ga er even kijken. Even kijken hoor. Ga je nu nog even... Ik ga het weer even weggooien. En dat is wat zo mooi, hè. Als Rick dan richting het water loopt... normaal gaat hij er ook diep in. Dan gaat hij er zelf ook in om dan een lekkere haal door het water heen te halen. Het is ook best zwaar. Dat heeft hij al meerdere keren uitgelegd nu ook. Hij gaat wat heen en weer bij een soort van, wat is het, een mini-sluisje lijkt het op, waar het water verplaatst kan gaan worden. Want aan de ene kant is het echt een stuk hoger dan aan de andere kant. En Ricky heeft, als het goed is, nu weer een schep vol. Oh, nu nog even snel de andere kant. En dan zijn we benieuwd wat hij nou weer gevonden heeft. Hij heeft dus al twee kevers. En hij is dus op zoek naar die bijzondere kever. Ja, en de dingen die, waarvan je niet verwacht dat je het vindt. Dus je hebt nu weer een schep meegenomen. Ik denk dat dit is voornamelijk... Oh ja, we hebben weer veel meer van hetzelfde. Dus grote spinnende, tuimelaar, Cibister. Even weer terug in de... Hoppakee. In het aquarium. Nog een tuimelaar. We hebben nog geen kleinere waterkeversoorten tot nu toe. Het is altijd, zeker op een plek waar ik... Ah, nog een Cibister. Maar hoe ziet het er nou uit dan? Hoe het er nu uitziet? Nee, waar je naar op zoek bent, die gestreepte. Ah, die is een beetje bruinig met de rug en dan met een hele gele... Je hebt hier je hebt de dekschilden, dat is het achterste gedeelte. En dan het halsschild is het binnenste gedeelte. En die is zwart-geel gestreept op het halsschild. Dus daar zoeken we naar. En waarom is hij zo bijzonder hier? Hier is nog zo'n ding. Nou, die komt eigenlijk alleen maar voor in een soort van laagveengebieden, mooie... hogere waterkwaliteit. Dus een indicatiesoort voor een gezonde waterkwaliteit. En die is op veel plekken in Nederland verdwenen, maar komt nu langzaam op bepaalde delen weer terug. Dus ik had hem in 2020 herontdekt voor Drenthe. In Onlanden. Ja. Maar hij moet nu ook ergens in de provincie Groningen nog gevonden worden. Dus en we zijn natuurlijk niet al te ver van de Onlanden af. Dus het zou theoretisch... Nee, dus ik verwacht dat hij naar het Zuid-Laardermeergebied en dat soort plekken, dat hij daar op een gegeven moment ook moet opduiken. Maar ja, je komt er alleen achter als je af en toe even wat proefschepjes doet. Ja. Nou, je bent weer klaar met uithijgen. Want ja, het is best zwaar. Ik heb het al gezegd. Het is best wel zwaar om over die bodem heen te gaan. En hij doet het op een speciale tactiek. Op een speciale manier. Dan kun je nog even één schepje doen, Rick. En ja, het zal toch mooi zijn daar, want met drie maal is scheepsrecht, is mij altijd geleerd vroeger op school. Even, hij gaat nu echt door het water heen. Met zijn sandalen, maakt hem ook allemaal niks uit, hè. Hij loopt er gewoon dwars doorheen. Komt even een meneer bij kijken. U bent geïnteresseerd? Ja, wat zijn het? Het lijkt wel een soort kevers, joh. Wat zijn het? Zijn het ook. Het zijn en tuimelaars en allemaal verschillende soorten kevers. Aha. En waar worden die hier op gevist? Ja, en Rick is ecoloog, bioloog. En hij is op zoek naar een hele speciale kever die eigenlijk al een tijd niet meer in Groningen voorkomt. Oké. Dus daar wachten we eigenlijk een beetje in spanning af. En hoe meer kevers, hoe beter natuurlijk. De waterkwaliteit is dan beter. Ah, heel goed. Ja. Oké. Ja, we gaan kijken. Ja, tot ziens, hè. Hier is zo. Een jong snoekje. Dus die vis kent mensen wel, maar dan een jong exemplaar. Prachtig om te zien, hè. Ja, mijn collega Bram Koesen noemt dit de versibistering van de samenleving. Dat is dat al die geelgerande waterhoofdkevers vervangen worden door tuimelaars. En dat zie je hier ook goed. Dat
De kever die ecologische niche inneemt, dat is nu voornamelijk de cibister, die tuimelaar. En ik zie inderdaad nog steeds geen kleine waterhoofdkevers, maar we hebben wel die stoere grote beesten. Dus dat is leuk om even te zien. Maar Rick, je ziet wel dat de waterkwaliteit hier best goed is. Want dit water in dit... Wacht even, wat is er? Nou, en dit is dan altijd even schrikken. Maar dit is, ik denk, dit is wel Graphodeus. Dus dat is het genus waar die gestreepte waterhoofdkever bij past. Een soort die er heel erg op lijkt. En dit is Graphodeus cinereus. Alhoewel. Wacht, ik moet dit even straks beter bekijken. Hij is een beetje smerig, dus dit zou best wel kunnen dat we hem nu hebben, hoor. Wacht even, gaan we nu voor de eerste keer waar je echt naar op zoek bent, Rick, in die 2 jaar, gaan we het nou ook echt vinden? Nee, volgens mij is het de cinereus, dus dat is broertje. Algemenere broertje ervan. Maar het is wel een goede indicatie, want als ik toch even doorschep, het heeft wel potentie, hoor, deze plek. Mooi helder water, goede oevers. Ja, maar dat valt me dus op, hè? Dat water wat je dus in dit bakje hebt, heb je dus ook hier gewoon uitgehaald. Het is echt fantastisch mooi, ja, doorzichtig helder water. Ja, ja, ja. Kijk je nou naar? Ja, kijk even naar dat beest. Maar het is zo dat soms zijn ze wat ouder, al deze ook. En die gestreepte waterhoofdkever heeft een gele buik. En deze is vrij oranje. Maar soms, als je oude gestreepte hebt, dan zijn ze ook wel eens een beetje zo. Maar dit is helaas een cinereus. Maar het kan nog gebeuren, zeg maar. En je ziet nu wel hoe die eruit moet zien. Dus met een geel halsbandje heeft hij. Maar is hij ook zo klein? Ja, het is precies dit. En jij zou hem denk ik niet kunnen herkennen vanaf deze. Dus als je nu zou willen dat het hem is, dan is het hem voor jou even. Ja, dit is hem gewoon. Wij hebben hem al eerder samengevangen, deze. Dit is hem. Zullen we afspreken dat dit hem gewoon is? Nou, nee, we gaan niet stringen, zoals we dat in de vogelwereld noemen. Dat is zeggen dat je iets hebt terwijl je het niet hebt gezien. Maar het is een heel leuk watertje. Dus, en ik wilde hier altijd al een keertje testen. Dus ik ga er in ieder geval nog even mee door. Nou, ga jij maar door. Je bent nog steeds aardig buiten adem. Het is prachtig om te zien, ja, Babette. Ja, tuurlijk, Rick. Je bent een beetje verkouden. Hij wordt ook ouder, Babette, hoor, onze Rick. Hij kan het ook allemaal niet meer aan. Geweldig. De gestreepte waterroofkever. We doen gewoon net alsof hij hem gevonden heeft. Maar dat mag dan maar niet. Nou ja, oké, goed. Hij zoekt lekker door. We horen het wel weer.